jongens, hij is gearriveerd. Far Cry Primal. Ik hoorde heel veel positieve verhalen op Gamerset van mensen die heel veel zin hadden in die game. Ik mocht zelf de preview schrijven. Ik vond het echt heel knap dat Ubisoft wilde proberen te vernieuwen. Alleen, ze hebben zichzelf daarin ook een beetje beperkt in wapengerij, natuurlijk. Zeker. Naast me zit Leon 2.0, die heeft de game gereviewd. Leon, het verhaal. Ja. Ja, wat gaan we doen in Primal? Nou, we gaan natuurlijk naar de oertijd. Ja. En dit keer is het verhaal dat je bent een onderdeel van de Wenya. Dat is een stam. Ja. En dat zijn hele vredelievende holbewoners. Ja. Maar er zijn nog twee andere stammen en die zijn allebei wat minder aardig. De ene zijn kannibalen en de andere die hebben een beetje voorliefde voor vuur, maar dat... Op een verkeerde manier. Ja, op een verkeerde manier. Ja, precies. Dus die hebben de Wenya bijna uitgemoord en de Wenya weten niet meer waar ze kunnen chillen. Dus aan jou, Takar, is het de taak om een nieuw dorp voor de Wenya te stichten. Ja, en hoe gaat het een beetje in zijn werk? Want we weten nog, in Far Cry 3 hadden we Vaas, een epische antagonist. En ja. We hadden in Far Cry 4 hadden we Pegan Min. Ja, klopt. Wordt niet gesproken, of tenminste ja, wel, ze hebben taal. Een hele eigen taal ontwikkeld en je hebt gewoon ondertiteling waarin je ziet wat ze zeggen. Maar hoe is dat qua epischheid? Want het is wel heel erg basic allemaal. Van ja, het verhaal was gewoon niet zo heel sterk, zeg maar. In Far Cry 3 en 4 vond ik het verhaal ook niet heel sterk, maar had je gewoon epische bad guys die het gewoon wel tof maakten. Ja, dat is waar. En nou zit het verhaal eigenlijk op hetzelfde niveau, maar je hebt gewoon geen toffe slechterikken die het dan interessant maken. Dus het verhaal is gewoon niet zo heel interessant. Oké, okay. Maar je gaat dus op zoek naar een nieuw huis? Ja, je gaat een heel dorp stichten. Ja. Dus je begint met één iemand anders en je gaat dan in de wereld, maak je een paar nieuwe vrienden en die hebben allemaal eigen skills. En als je moet hun dan met een paar missies worden ze vriend van jou en dan kan je hun skills leren. Dus die skill tree is gebaseerd op wie je allemaal tegenkomt. En voor diegene moet je ook hutten bouwen en upgraden. En daarmee is het heel belangrijk om te jagen en te verzamelen. Ja, dus op die manier proberen ze jij heel veel gameplay te laten beleven. Ja. In hoeverre lijkt de game op de vorige Far Cry delen? Want het volgens mij werkt in basis wel hetzelfde, maar je hebt natuurlijk nul overeenkomst qua wapens. Ja, dat is inderdaad eigenlijk, zeg maar, buiten het vechten om, is het gewoon heel veel hetzelfde. Je hebt niet meer die torens die je moet beklimmen, gelukkig. Maar je hebt nou gewoon kampen die je over moet nemen. En wat je in Far Cry 3 en 4 ook had, is jagen natuurlijk. Dat is nou nog veel belangrijker geworden, want je hebt ook om bijvoorbeeld nieuwe gear te maken. En als je door je speren heen bent, moet je nieuwe speren maken. Daar heb je weer huiden voor nodig en hout volgens mij. Ja. Dus je moet naast jagen moet je ook heel veel verzamelen. Waar je in voorgaande Far Cry's moest je alleen maar plantjes verzamelen voor medicijnen. En nu heb je ook hout en steen. Dus je bent best wel veel bezig gewoon met rondlopen en bepaalde dieren zoeken en bepaald hout zoeken. Dus als je dat in de voorgaande Far Cry's niet zo tof vond. Ja, maar het is wel volgens mij een beetje hoe de mensen toen ook leefden. Nee, het past perfect in Far Cry, in Primal. Ja. Dus wat dat betreft, is ik vond het ook niet vervelend om te doen. Want het is gewoon best wel tof om in Oros rond te lopen. En dan kom je weer een sabeltandtijger tegen of een enorme beer. En dan moet je daar weer tegen vechten. En dat is gewoon wel leuk. Je kunt uiteindelijk ook op dat soort dieren rijden of ze in ieder geval inzetten. Ja. Ja, je hebt inderdaad een bepaalde skill die je aanleert en dan kan je dieren kan je een soort temmen en dan worden ze daarna van jou, dus dan vechten ze met je mee. En in het begin is dat best basic, dan zijn het alleen wolven, dus die kunnen nog niet zo heel veel aan, maar op een gegeven moment dan kan je ook echt sabeltandtijgers en enorme beren temmen en dat is gewoon wel heel vet om die met je mee te nemen. Ja, dat is wel baas. Ja. In hoeverre, dus dan is eigenlijk nog steeds, dat is de vergelijking met de vorige varkens, eigenlijk ja. Echt niet zoveel, want ja, het is toch wel in basis best wel anders. Dat je. Nee, in basis is het juist best wel hetzelfde. Alleen het enige wat anders is, is dat je nou niet met geweren rondloopt, maar dat je met een speer en een knuppel en een pijl en boog rondloopt. Heb je genoeg wapens te upgraden, vind je? Want dat was natuurlijk in Far Cry 3 en 4 heel veel. Dat was een van de sterkpunten van Far Cry 3 en Far Cry 4. Dat je, zeg maar, je kwam een kamp tegen en je kon helemaal zelf bepalen hoe ga je het aanpakken. Doe je het stealthy met je pijl en boog of met een sniper? Of pak je de vlammenwerper of een rocket launcher en ga je heel gewelddadig te werk? En dat is natuurlijk veel beperkter, omdat je in basis alleen een pijl en boog, een speer en een knuppel hebt. En een dier. Dat is en leuk. En een dier. Maar die kan ook een airstrike doen. Met een L kan je eerst de omgeving verkennen. Dus dat was, zeg maar, eerst gebruikte je verrekijker en nu gebruik je een L. Ja. En je hebt dan natuurlijk je dier en je hebt dan nog een paar soort van gadgets. Zoals je kan een soort bijenkorf gooien en dan komen er boze bijen op je tegenstander af. Dat vind ik wel leuk.
Dus, maar het is vooral dat dier wat gewoon zorgt dat je afwisseling hebt, want anders dan is het heel beperkt. En het is ook heel jammer dat het vechten met je speer en met je knuppel, dat is echt heel simplistisch. Want eigenlijk het enige wat je doet is gewoon constant op R2 drukken om je heen te slaan. Want je kan bijvoorbeeld niet aanvallen van een tegenstander blokkeren of zo. Nee, precies. Dus eigenlijk wat ik al vrij snel deed, was gewoon ik stuurde mijn dier op pad en ik ging van een afstandje ging ik een beetje met mijn pijl en boog schieten. Ja. Omdat gewoon het vechten met die knuppel, dat is gewoon niet zo tof. Oké, je hebt de game 7,5 gegeven. Ja. Dat is een goede game, maar mist niet iets. Niet geweldig. Ja. Ja, het verhaal is niet zo sterk en het vechten is ook gewoon niet je van het. Maar je vond wel dat de game, want je geeft hem wel 7,5. Dus ja, maar het is wel heel tof om gewoon in de oertijd rond te lopen. Hoe vet is het om, je loopt rustig, je wil een paar plantjes zoeken en dan komt er in één keer een mammoet op je af, als een dol op je af gedonderd. En dan ga je met hem vechten en dan komt er nog een sabeltandige tijger om de hoek. Dat is gewoon enorm vet. Oké, cool. De eerste echte prehistorische first-person game. Dat je voor het eerst echt in de prehistorie zit. Ja, precies. Leon heeft hem 7,5 gegeven. Lijkt me een duidelijk verhaal.